con la 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 la. Yo kijkers van Trippix Video's, mijn naam is Rowan en welkom terug bij de tweede aflevering van de Liverpool Carrière Mode. En zoals jullie kunnen zien staan wij derde op dit moment in de European International Cup. En PSV staat tweede en daar moeten wij tegen, dus wij moeten die winnen. Gelijk spelen of verliezen is geen optie. Wij moeten deze winnen, willen we naar de knock-out fase. Oké, dit is de opstelling waar we het mee gaan doen tegen PSV. Er zijn een paar mensen op Interland en er zijn een paar mensen geblesseerd, zoals Benteke die geblesseerd is. Dus Ings komt daar in de plaats. Ayp, die vervangt Coutinho. En Lallana, die vervangt Roberto Firmino. Voor de rest is het een beetje hetzelfde. Nou, Flanagan, dus Klein, die is ook op Interland. Tarkowski, die zet ik erin in plaats van Mignolet. Omdat, ja, dit is gewoon een veel beter talent. Hij is pas 17 en ik heb er grote vertrouwen in. Dus laten we met deze opstelling proberen te winnen van PSV. Oké, naar binnen kappen. Terugleggen. Nog een keer terugleggen, was de bedoeling. Maar de bal komt daar niet. Hier is Lallana dan ook. Lallana met de actie. En nou uithalen. Dat moet een doelpunt zijn. Maar nee, goede redding van Jeroen Zoet. Als Jeroen Zoet in goal staat dan, in, natuurlijk. Oké, hier is door een Ayp. Met de voorzet. Daar is Benteke. En die maakt het doelpunt. Volgens mij is dat Benteke. Ik zag het niet helemaal. Nou, laten we rennen naar de cameraman. Het is Benteke. Ik zei volgens mij dat hij geblesseerd was. Maar dan bedoel ik Sturridge. Die was geblesseerd. Ik dacht Benteke, maar het was Sturridge. Want Benteke staat er gewoon in. Dus die is zeker niet geblesseerd. En die maakte 1-0. Eigenlijk gewoon de eerste grote kans. Nou ja, eerste grote kans. We hebben wel een paar kansjes gehad. Maar ja, dit is een prima doelpunt. En Benteke kan heel goed en dat weten we. Henderson, let goed op. En het is rust. We staan voor. Het gaat wel, het gaat stroef. Maar ja, dit is de eerste wedstrijd die ik speel met Liverpool. Dus dat is altijd even inkomen natuurlijk. Maar ja, we moeten gewoon van PSV winnen. Dat is één ding wat zeker is. Milner. Henderson. Ayp. Ings. Oh, goed gevoetbald. Oh, dit is... Nee, meen dit. Oh, dit is zo jammer. Het is buitenspel. Wat een lekker doelpunt was dit. Oh, goed gespeeld. Maar ja, het is buitenspel helaas. Nou ja, zullen we maar gelijk even gaan wisselen dan. Want Ayp is best wel moe. En dan kunnen we daarvoor in de plek. Even kijken. Ellen doen. En dan zetten we Ellen verdedigend en Milner wat aanvallender. En dan zetten we Origi erin in plaats van Inks. En voor de rest, hoe vaak kunnen we wisselen eigenlijk? Volgens mij kon je meerdere keren wisselen. Zullen we het eens proberen? Dan zetten we Leiva nog weer in voor Henderson. Ja, het kan. Oké, dus vier wissels. Lekker veel tegelijk. Maar we moeten proberen deze overwinning over de streep te trekken. En nog één keer genieten van deze aanval. Oh, net. Dat is heel erg jammer. Maar ja, op Benteke. Nou, hij is sowieso sneller als Bruma. En sterker. Benteke is sneller en sterker als Bruma. Benteke. Ja hoor, wat een doelpunt. Ja, ik moest even naar binnen snijden, want er was geen versterkingen. Origi kwam pas later aanrennen. Had even kunnen wachten misschien. Maar ja, hij kapt naar binnen en hij schiet hem verwoestend met links binnen. Dit is de kracht van Benteke. Twee doelpunten. En daarom willen we hem graag gaan gebruiken dit seizoen. Oké, de wedstrijd is gewonnen. Winnen met 2-0 van PSV. We zijn door naar de knock-out fase. En de fans hier worden helemaal gek. Ze zijn blij met deze overwinning op PSV. Het ging niet helemaal lekker. Nou ja... Het ging niet slecht, maar het ging ook niet vloeiend, om het zo maar te zeggen. Er is nog veel werk aan de winkel. Oké, dit is dus mijn verlanglijstje. Ik heb een aantal spelers uit de reacties gehaald. En ja, dit zijn dus de spelers die ik wil gaan halen. En met al deze spelers wil ik gaan versterken. Allemaal. Misschien één of één van deze twee. Misschien allebei, dat maakt niet zoveel uit. Ik zei, ik wou sowieso twee verdedigers. En er werd ook heel vaak Verane genoemd. Maar, daar wil ik even iets over zeggen. Op mijn eigen kanaal heb ik Verane ook al gehaald. En ik vond dat niet zo leuk. En bij de Arsenal Career Mode van Rick, die hij op zijn kanaal doet natuurlijk, op dit kanaal, is hij ook van plan om Verane te gaan halen. Dus ik denk niet dat ik Verane ga halen, daarom staat hij ook niet bij mijn verlanglijstje. Al vond ik deze twee wel hele goede suggesties. John Stones had ik sowieso al hoog op mijn prioriteitenlijstje staan en Niklas Süle is ook een beest. En Leno werd ook flink genoemd, dus die gaan wij gelijk proberen te kopen. En daar heb ik wel iets voor, want we kunnen natuurlijk ruilen voor Mignolet en dan plus 10 miljoen. Want Mignolet is ja, eigenlijk niet goed genoeg voor Liverpool. Met een 78 rating. En Bernd Leno is natuurlijk een groot talent. En dat weten jullie wel. Niklas Süle ga ik wel informeren, want daar weet ik niet veel van. Hetzelfde geldt voor John Stones. En ja, hetzelfde geldt voor Ziyech en hetzelfde geldt voor Boufal. Gaan we naar informeren. En dan zullen we eens kijken wat, ja, wat ze zeggen. We krijgen ook nog een transferaanbieding van Martin Skrtel. Ik heb iedereen op de transferlijst staan behalve hem. Maar toch komen ze ervoor. Maar als je hem wil, dan moet je ook 30 miljoen gaan betalen. We kunnen ook weer trainen. We gaan weer met dezelfde 5 trainen. En dan zullen we eens kijken of er iemand omhoog gaat.
Het antwoord is... ja. Gomez is omhoog. En die ga ik niet uitlenen dit seizoen. Hij is als wissel en ik ga hem veel trainen. Want ik vind het een groot talent, ook in het echte leven. Vind ik het een groot talent, dus ik ga hem zeker gebruiken. Maar navraag naar Hakim Ziyech. En dat is een best pittig bedrag. Ik zat meer te denken aan een bedrag van 10 miljoen. Voor een redelijk groot talent van Twente. Ik navraag naar Niklas Schuhl. 18,5 miljoen. Dat is gewoon eigenlijk weer hetzelfde als Ziyech. Gewoon 10 miljoen. Ik ga proberen laag te beginnen. En daarna steeds hoger komen als ze het natuurlijk afwijzen. Ze zijn niet van plan om John Stones naar ons team te laten vertrekken. Dat snap ik ook wel. Want het zijn hevige concurrenten Everton en Liverpool. Toch ga ik een bod doen van 10 miljoen. Zo simpel is het. Ik ga gewoon een bod doen. Ik wil hem graag binnenhalen. Boufal. 23 miljoen. Dit is op dit moment de duurste speler. Dus we gaan 15 miljoen bieden. Oké, dit is de opstelling. Waar we het mee gaan doen tegen AC Milan in de, wat is het, halve finale, kwartfinale. Ik heb namelijk geen idee. Volgens mij de ene laatste wedstrijd. Als we deze winnen zitten we al in de finale. Maakt ook niet uit, want we moeten eerst maar zien te winnen van het sterke AC Milan op dit moment. Met Origi in de spits, Benteke, Milner en Teixeira. Dat komt gewoon, spelers zijn moe en nog steeds op Interland. Dus ja, moeten we keuzes maken. Henderson en Allen centraal. Klein, Chan. Skutel, Moreno en Dragowski in goal. Dus laten we hopelijk ook gaan winnen van AC Milan. AC Milan tegen Liverpool in Camp Nou, het stadion van Barça. De finale komt eraan. Wie gaat het worden? AC Milan, Liverpool, Malaga of Napoli? Teixeira, je moet bijhouden. Abata is heel snel en een goede voorzet in huis. En een goede voorzet die wij ten nauwe nood weg kunnen werken. Maar hij is nog niet helemaal weg, want ze zijn nog in aanval. En Bae Niang, dat is natuurlijk een beest, een groot talent ook. Maar nu zijn we weg. Op Bertalucci. Ah, kom op, die bal moet veel beter weg. Oh, dit is een doelpunt. Wat een redding van onze keeper Dragowski. Die bal had gewoon weg moeten gewerkt worden. Maar ja, ik paaste hem in plaats van gewoon de bal weg te rossen. Waardoor het nu nog een corner is met Cherchi achter de bal. En die moet voor de keeper zijn en dat is hij ook half. Ik wil dit voetbal aan het oplossen en dat gaan we ook doen. Kunnen we hier counteren? Henderson met de bal op Benteke. Antonelli is ook snel en een tackle van achteren. Dat is toch minimaal geel. Lijkt mij. Oké, hebben we nog een vrije trappen specialist ergens? Volgens mij niet echt. James Milner misschien. We zullen eens kijken of we hem erin kunnen draaien. James Milner! Oh, wat een redding! Kunnen we hem binnenhouden en een voorzet geven? Ik had hem beter uit kunnen laten gaan. Maar hier is Teixeira nog. Met de voorzet daar op Benteke. Oh, jammer. Oké, goede bal op Milner. Nou is er niemand voor goal. Toch ga ik hem voorslingeren. Met geluk, want daar is Origi en die kan ook koppen. Ik dacht Benteke is nog niet vol, want die deed mee in die aanval. Ik dacht ik moet even wachten, maar ja, we hebben natuurlijk ook Origi en die kan dit ook. 0-1 in de 45e minuut, vlak voor rust. Hij zal zo meteen wel affluiten voor rust. Maar dit is goed gevoetbald. Milner die heeft natuurlijk een geweldige paas in huis. En Origi, ja die kan dit ook. De man die ik eigenlijk wil uitlenen en Inks wil ik meer de kans gaan geven. Want Inks is natuurlijk al ouder en Inks... heeft misschien al meer ervaring in de Premier League. Maar oké, Origi kan het ook. Henderson onderschept die bal goed. De bal op Benteke, die eigenlijk geblesseerd is. Die moet ik eigenlijk zo meteen eventjes gaan wisselen. En helemaal met zo'n matige paas. Waardoor hun nu kunnen counteren. En hard ook. Met Niang. Oh, Chan, kom op sliding. Oh nee, Niang, wat een doelpunt. Door een fout van de geblesseerde. Benteke, we gaan hem gelijk even wisselen. Dat is een slechte paas, maar ja... wie zetten we erin? Danny Ings komt erin. Rossiter komt erin in plaats van Teixeira zetten we. Dus kijken, Henderson wat aanvallender denk ik. Want Allen die kan sowieso niet aanvallend. En Rossiter ja ook niet echt denk ik. Nou voor de rest doen we nog even niks. Maar het staat dus 1-1. Door een prachtig doelpunt van Niang. Dat moet ook gezegd worden nog. Wat een doelpunt van een Bae Niang. 20-jarig talent. Goed uitgevoetbald, goed uitgecounterd. En ja, Chan die kan er net niet bij. En die sliding, ja, die passeert je wel heel makkelijk. Ja, prima doelpunt van de Young. Tja, we moeten zien, ja, we moeten proberen die 2-1-2 doen. Oh, Inks krijgt hem mee. Inks is sneller als Mac 6. Veel sneller natuurlijk. Oké, trek naar binnen. Ja, het lukt. Tweede paal. Oh, dat is Henderson. Ja, ik zag geen andere opties. Want Origi liep al naar de eerste paal en dat was te laat. Had ik eerder moeten geven, wou ik naar hem passen. En dit is wel een matige corner, maar hier is Allen die nog opvangt. Op, Milner. Terug inbrengen. Origi. Omhaal dan. Oké, hoekschop. Voor AC Milan. Met Alex achter de bal. Die normaal volgens mij voor goal moet staan met zijn lengte.
Maar hij neemt de corner nu. En ja, die is niet best, maar die wordt merkwaardig teruggebracht. Kunnen wij counteren met Danny Ings. Die het wel moet winnen, doet hij ook. Wordt wel vastgehouden. Oh, dit was een foute keuze voor mij. Oké, de wedstrijd is afgelopen. Waarschijnlijk gaan we nou gelijk door naar penalties, als ik het goed heb. En dat is ook zo, dus laten we hopelijk gaan winnen met penalties. Ik weet niet of ik hier goed in ben. Ik ga dat niet overoordelen. Maar sinds Balotelli, welke hoek gaan we duiken? Met Mario Balotelli, die... Ja, die maakt bijna altijd af. Die heeft zo'n hoge... Ja, die heeft zo'n goede fight of penalties in huis. Die maakt ze bijna altijd. Nou... Oh, meen je die nou? Volgens mij was er niet eens zo slecht ingeschoten. Maar ja, als je in de goede hoek zit... Zo simpel is het nou eenmaal soms. Menes, die hoek. Ja, Dragovski geeft hem ook. Nou moeten wij... Inks moet gaan deze gaan maken. Hij lekt een beetje, zeg. Dan moet ik door het midden. Ja, hij lekt een beetje, zeg. Waardoor hij niet helemaal in het groene zat. Maar hij zit er in ieder geval erin. Chachi. Welke hoek gaan we? Oh, oké. Oké, Chachi. Ja, waar gaat die bal heen? Nou, Henderson. Kom aan. Oeh, Diego Lopez zit weer in de goede hoek. Maar dit keer hebben wij hem verschalkt. Montolivo. Ik ga zelf de hoek. Ja, ja, ja. Dragovski is in bloedvorm. Maken wij deze, dan zijn we door, volgens mij. Kom op, Emre Can. Oeh, dat is wel heel slecht. Oeh, dat is niet best. Dat is niet best, dat is niet best, dat is niet best. Oh, dat is zo slecht voor mij, dit. Oh, kom op, Alex. We gaan dezelfde hoek. Nee, die knalt hem feilloos in het net. Wij moeten deze maken. Alberto Moreno, met een heel klein groen balkje. Kom op, Alberto Moreno. Wat een slecht ingeschoten penalty, zeg. Waar ben ik mee bezig? Twee doelpunten voorsprong. Ik geef het gewoon weg. Oh, gelukkig schiet Poli over. Nu hebben we nog een kans. Hoeveel kansen moeten wij krijgen om ze te benutten? Rossiter, de nieuwe Gerrard. Maak hem af, jongen. Rossiter! En we zijn door naar de finale. Dankzij Rossiter, het talent. Waar ik het over had in de vorige aflevering. Hoeveel geluk hebben we? En hoeveel pech tegelijkertijd? Maar oké, we zijn door. En Alex is teleurgesteld. Oh, hij wel een goede penalty nam. Maar dit is ook een goed ingeschoten penalty, hoor, van Rossiter. Nou, laten we verder gaan. Ja, toch wel even nagenieten van deze penalty. De jonge man die het aandurft. Toch mooi om te zien. Oké, in de finale moeten we dus tegen Napoli. Want die hebben met 5-4 ook met penalties gewonnen van Malaga. Een transferaanbieding voor Jose Enrique. Wij willen 4 miljoen iets meer voor hem. En dan mag hij vertrekken bij ons. Benteke is voor 3 weken uitgeschakeld. Dit is niet best. Oké, we hebben 5 nieuwe berichten. Eerst een transferaanbieding van Lucas Leiva. Die wil ik wel verkopen, maar wel voor 9,5 miljoen. Iets meer als zijn waarde, kom op zeg. Zo slecht is hij nou ook weer niet. Transferbord is onacceptabel. Ze willen toch 23 miljoen voor Boufal. Ik ga iets hoger, maar 23 miljoen. Dat is wel heel erg veel. Ik weet dat hij best goed is, maar als we Ziyech voor 10 miljoen kunnen kopen... vind ik dat al een veel betere deal... als Boufal. Ook al heeft Boufal 5-6 kilometers volgens mij, dat weet ik wel. Dan wordt de rotatierol denk ik bij ons. Ja, dan moet hij toch gaan accepteren. Bernd Leno. We zijn niet geïnteresseerd in de speler en het bedrag is niet goed genoeg. Oké. Dan gaan we Miolet verwijderen van hier. En dan gaan wij 30 miljoen bieden. Jup. Leno is veel waard en dan moeten we ook veel bieden. Persconferentie, dat interesseert me vrij weinig. Nou, de wedstrijd tegen Napoli... komt er alweer aan. En dat is de finale. En die wil ik ook gaan spelen in deze aflevering. Dat lijkt me wel zo. John Stones, 19 miljoen. Dan zeggen we toch 15 miljoen. En dan zullen we eens kijken of ze dat accepteren. Lucas Schul, 18,5 miljoen. We zouden ook 10 miljoen plus... Sakko, maar dan... Alleen Sakko. Zullen we eens alleen Sakko doen? Nicolas Schul voor Sakko. Kijken of Hoffenheim dat accepteert. Adam Phillips zullen een kans krijgen. Nou, die gast is 53 algemeen. Dus ja, ik bedoel, kan je zelf niet verwachten dat je die niet kan krijgen. Maar de wedstrijd tegen Napoli. Oké, dit keer dus weer wat wissels. Jordan Ibe die erin komt in plaats van Milner. We hebben Gomez die erin komt. En Flanagan en natuurlijk Dragovski. En met deze opstelling gaan wij winnen van Napoli in de finale van de cup. Alright, de finale van de European International Cup versus Napoli. In Santiago Bernabeu, het stadion van Real Madrid. Hier de opstelling van Napoli met Reina en goal, Makio, Koulibaly, Albion en Goulam. Achterin op het middenveld Ellen, El Kadouri, Hamsik. En voorin Dries Mertens, Insigne en K.
Gabbiadini. Dus hopelijk kunnen we deze wedstrijd winnen. Kom aan. Oh, hier is Dries Mertens. Die heeft goede dribbelcapaciteit en goed shot. Oh, Drakowski. Goede redding. Dat is wel een hoekschop. Gabbiadini achter de bal. Kom op, die moet weggewerkt worden. Die wordt weggewerkt. Kunnen wij counter hier met Origi en Inks. Inks heeft snelheid. Op juist moment actie. En er voorbij. Inks, kom op, je bent sneller. Je bent toch veel sneller als Raul Albiol, man. Dan moeten we toch afkappen. Jordan Ibe. Oh, er is geen ruimte. Er is geen ruimte. James Milner. Inks, uit de draai. Op de lat. En koppen. Nee, hier is Origi nog. Met de voorzet. Op Inks weer. En die kopt. Maar ja, Reina is een goede keeper. Zo, dat is een pittige tackle. En het mag door. Behalve als ik het doe, dan is het natuurlijk, wordt het natuurlijk wel afgefloten. En Milner is nou geblesseerd. Maar hun gaan lekker door. En ja, ze schieten hem uit. Maar Milner is geblesseerd. Wat een tegenvaller. Oh, wat hebben we nou al veel geblesseerd op dit moment. Nou, er komt Emre Can komt ervoor in de plaats. En voor de rest, ja, we hebben niet echt een bruikbare spits bij. Omdat we die gewoon niet hebben. Als, ja, als iedereen geblesseerd is. Of op Interland is, dan... nou ja, trouwens, Sturridge en Bentek zijn beide geblesseerd. Dus ja. Oké. Okay, daar gaat Flanagan. John Flanagan. Tweede paal. Op het hoofd van Origi. Was de bedoeling. Maar hier is Henderson nog. Finesse shot. Henderson! Goede redding van Reina weer. Oké, het is nog genoeg schop. We zetten druk. We moeten proberen te scoren voordat we weer naar penalties gaan. En dan ik wil gewoon een keer voordat we naar penalties gaan winnen. Hier is Gomez. En die staat helemaal vrij. Helemaal vrij. Maar die kopt echt wel heel slecht binnen. Hé, hey, dat is een tackle. Dat stond niet op de bal, of wel? Was dat op de bal? Kom op, druk op de keeper. Oké, nou, het is gedaan. 0-0. We gaan weer naar penalties. En ja, we zullen eens kijken of we dit keer wel kunnen... Ja, ook kunnen winnen. Ook kunnen winnen, want de vorige keer wonnen we ook. Maar dit krijgen we denk ik een betere keeper tegen. Dus het wordt wel lastig. Maar we hebben Lallana. En die schiet een Vailozer in. 1-0. Kom op, penalty killer Dragowski. Kan hij hier ook een aantal penalties stoppen? Jorginho. En die gaat er ook gewoon goed in. Nou, jammer. Danny Ings. Kom op, jongen. Danny Ings. Prachtig ingeschoten. 2-1. Oké, Driesje Mertens. Kom maar, Dragowski. Die hoek. Penalty killer Dragowski. Ook al mist Mertens gewoon. Maakt niet uit. Penalty killer Dragowski. Henderson. Zelfde hoek weer. Ja hoor. In die hoek gaat de kiezer. Nou, dat schiet ik bijna altijd. Gulam. Kom op, Dragowski. Beetje spastisch, maakt niet uit. Ah, oké. Okay. Oké, goed gedaan, Gulam. Ja. Emre Can. Oeh, dat gaat nog maar net goed. Maar hij zit erin en dat is alles wat telt. Als we deze houden, dan maakt Dragowski zich onsterfelijk. En winnen wij de cup. Gabbiadini. En Dragowski heeft een penalty killer. Dragowski, hij is de held van Liverpool op dit moment. En ja hoor, wat ben ik blij dat we hem binnen hebben gehaald. Nu hoop ik ook nog dat we die andere spelers binnen kunnen halen. Maar dat zullen we vanzelf wel zien. We hebben niet veel transfer dingen kunnen doen deze aflevering. Omdat we natuurlijk die cup, de wedstrijden dicht achter elkaar zaten. En we winnen de cup. Ik heb hem al vaker gewonnen. Maar ja, ik heb hem eigenlijk alleen maar gesimuleerd. Maar lekkere redding van Dragowski zeg. Echt een heerlijke redding. Let's go, we hebben de cup gewonnen. Nou, het is een vriendschappelijke cup. Het is een... ja... We krijgen er 8 miljoen, of 8 miljoen, ik weet niet eens hoeveel we ervoor kregen. Ik ben er in ieder geval best blij mee. En ja, nou, dat geld kunnen we gewoon goed gebruiken voor spelers natuurlijk. Oké, dan gaan we ook nog eventjes trainen, dezelfde 5 weer. En kijken of er dit keer weer iemand omhoog kan gaan. Is dat het geval? Emre Can waarschijnlijk. Ja, Emre Can gaat omhoog naar een 76 algemeen alweer. Dus dat is mooi. Hij is bijna op de helft van 77. Dus dat vind ik prima. We hebben 5 kantoorberichten. Dus we zullen eens even kijken. Aston Villa stemt in voor Jose Enrique. 4 miljoen. Ik vind het prima. Je prestaties is mooi. Prijzengeldtoernooi. 4 miljoen extra nog. Dat is mooi. En Milner is voor 4 weken uitgeschakeld. Holy shit. Wat hebben we toch veel uitschakelingen. We hebben veel geblesseerden op dit moment. Nou wil ik nog eventjes een paar dagen verder gaan. Zodat wij nog iemand kunnen binnenhalen misschien wel. Lille heeft geaccepteerd voor Boufal. 18 miljoen. Oké. 4 jaar. Hij is cruciaal bij LOSC Lille. Bij ons zal het een rotatiespeler worden. Dus, we zullen eens kijken of hij het accepteert. Leno, ja.
Holy shit, we boden al 30 miljoen. We boden al 30 miljoen. 40 miljoen. Oké, okay, dat is het hoogste wat ik ga, jongens. 40 miljoen. Hoger kan niet voor zo'n speler. Goeie keeper, dat wel. Maar het is maar een keeper, hè, jongens. Ik bedoel, zo slecht is Miolena ook weer niet. En Dragowski even trainen en hij is net zo hoog. Lucas Leiva is ook verkocht aan Sassuolo. En ze hebben geaccepteerd voor John Stones. Which is very nice. Hij was belangrijk bij Everton. Dan is hij dat niet bij ons. Alhoewel. Jawel, of niet? We proberen eerst rotatie. Daarna doe ik belangrijk als hij dat niet accepteert. Want hij zou echt wel in de basis kunnen starten. Hakim Ziyech is binnen. Ja, dat doen we ook maar gewoon. Let's go. Oké. Okay. Sakko. Oké. Dit is een hele interessante deal. Niklas Juul voor Sakko. Hier ben ik blij mee dat ze dit accepteren. Want Sakko, er zag geen potentie in. Stond te koop. En dit wordt sowieso een belangrijke speler in het eerste team. Hij komt er sowieso in. En dan is de vraag. Wie gaan we gebruiken? Skirtel of John Stones? Natuurlijk van die twee. Dan gaan we nog even een paar dagen verder. Kunnen we nog één keertje trainen. En dan hebben we sowieso een speler binnen. Verkocht. Oké, José Enrique is verkocht. En ik wil een belangrijke rol. Boufal wil een belangrijkere rol. Nou. Dat is brutaal. Weet je wat? Hij krijgt een belangrijke rol. We zullen eens even kijken hoe hoog Ziyech is. Ik weet niet of ik deze moet accepteren. Dat laat ik aan jullie, denk ik maar. Want na deze training ga ik de aflevering afsluiten. 59 miljoen voor Bernd Leno. Nou jongens, ik laat het aan jullie. Moet ik Bernd Leno halen of zal ik een andere keeper halen? Ik weet dat Leno een heel goede talentvolle keeper is. Maar zoveel geld. En let's go, John Stones is binnen. Weer een talentvolle verdediger binnen. En nou ja, dat is de eerste pas. Want die andere heeft nog niet aanvaard. Dus dat wil ik eigenlijk nog wel eventjes doen. Dus we gaan nog even ietsje verder. Nou, in ieder geval, dit is dus de training weer. En Chan doet het redelijk goed. Henderson doet het ook prima. Iedereen doet het wel redelijk. En dan gaan we nog eventjes een paar dagjes verder. En dan kunnen we misschien nog iemand binnenhalen. Dat zou leuk zijn. Nou, kom aan. Niklas Juul. Hier zat ik op te wachten. Welkom in ons team. We hebben ook geen salaris eraf. Dit is gewoon een ruildeal met Sakko. Een geweldige ruildeal naar mijn mening. In ieder geval. We gaan eens even kijken hoe hoog ze zijn. Ziyech is 77 algemeen. 22 jaar. 3 star skill moves. 2 star weak foot. Niet de beste. Hij heeft flair, lange paas, de afstandsschoten. Dit is een geweldige speler. Waar wij goed gebruik van kunnen maken. Zijn schotkracht is natuurlijk heel erg goed. Zijn effect. Een talentvolle jongen. Wat ik ermee ga doen, weet ik nog niet precies. Ik denk dat hij niet gaat starten. Maar hij zou wel op de bank kunnen plaatsnemen. Trainen kunnen we een beetje doen. Niklas Juul, 19 jaar. Wat een fucking beest is dit, zeg. Die gaat er meteen in. Het enige nadeel aan deze jongen is dat hij niet zo'n geweldig uithoudingsvermogen heeft, maar oké. Okay. John Stones, ja, die kan ook rechtsback, maar ik weet niet of ik hem wel rechtsback wil spelen. Dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dat John Flanagan eruit gaat, want Joe Gomez zie ik meer potentie in als Flanagan. Want Flanagan is ook al 22 of 23 jaar oud. En wat moeten we doen? Skirtel of John Stones? Want dit, ja, Sue, die wil ik sowieso erin. Of ja, John Stones kan ook, hoor. Het ligt een beetje aan hoe het gaat, maar dat zullen we vanzelf wel zien. Ik ga het een beetje ordenen straks, maar dat doe ik wel even off camera, om het zo maar te zeggen. In ieder geval, ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze aflevering. Het was weer een redelijk succesvolle aflevering. Penalty killer, een aantal aankopen en we hebben de cup gewonnen. Dus we gaan nog even naar het selectieverslag en dan bedank ik jullie voor het kijken. Abonneer op Triplex video's, laat zoveel mogelijk likes achter. En check ook even mijn kanaal, Shadowxnl staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Later mensen.